mensen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik voor de tweede keer een 60 set van de DecoTime Twin Markers met jullie swatchen. Een aantal weken geleden hebben ze een nieuwe set uitgebracht. En dat is deze. Hij is een beetje shiny door mijn lamp. Ze hebben eerder een 60 set uitgebracht. Dit was vorig jaar ergens volgens mij. Ik heb er ook een video over gemaakt. Die zal ik hierboven nog even linken. Maar ze hebben dus een nieuwe set uitgebracht met 60 twin markers. Ik dacht eerst dat het gewoon dezelfde was die opnieuw weer terugkwam. Maar het blijken dus echt andere kleuren te zijn die er nu in zitten. Ook wel wat repeats. Maar ja, je kent mij. Ik hou gewoon heel erg van reserves hebben. Ik bedoel, uiteindelijk kleur je een keer op. En is alles fijn om een reserve te hebben. Ik ga niet de hele doos swatchen. Ik ga gewoon zoals gewoonlijk mijn swatchkaart van DecoTime erbij pakken. Oftewel de color card, zoals we het bij DecoTime noemen. En ik ga gewoon de kleurtjes swatchen die ik nog niet eerder geswatcht heb. Dus ik weet niet of het een super lange video gaat worden, maar we gaan wel zien waar het schip strandt. Daarnaast heb ik ook nog wat kleinere sets gekocht. Ik heb deze toevallig dubbel gekocht per ongeluk. Dus een hele hoop reserves gelijk. Deze set heeft volgens mij wel wat nieuwe voor mij. Ik dacht namelijk dat ik de 247 die hier staat en 249 dat ik die nog niet heb. Denk ik. Ik weet het niet zeker. Dat gaan we zo nog wel zien. De rest heb ik volgens mij wel. Alleen 275 heb ik volgens mij ook nog niet. Dus daar gaan we zo even naar kijken. Ik heb hier de blauwe set, denk ik. Een beetje blauw-grijs. En we hebben ook een paar mooie kleuren hier. Ik denk dat 273 nieuw is voor mij. En 181 misschien. Geen idee. Ik heb ook nog heel veel apart in een doos liggen. Die ik ooit heb gekregen van een hele lieve abonnee Jacqueline. En daar echt twee dozen vol met losse markers. En die heb ik eigenlijk nog helemaal niet gecheckt met de color card. Maar het zijn er zoveel dat het echt heel moeilijk is om het allemaal te organiseren. Dus ik hou het gewoon lekker in die doos. En tegen die tijd, als ik ze een beetje begin op te kleuren, dan zie ik mezelf wel of er wat nieuwe tussen zitten. Voor nu ga ik alleen degene swatche die ik zelf heb gekocht. Om iets meer overzicht te houden. Dan heb ik ook nog deze gehaald. Dit zijn de grijs en een beetje de olijfachtige kleurtjes. Een beetje de army green tinten. Ik zit even te kijken. Hebben we wat nieuws? Eerlijk gezegd geen idee. Sowieso wel fijn om wat nieuwe grijs tinten te hebben. Want ik kwam nog wel wat grijs tinten tekort. Maar ik weet even niet uit mijn hoofd precies welke dat waren. Deze heb ik gehaald. Groen tinten en een beetje mint. Ik denk dat ik deze allemaal al heb. Denk ik. Maar ik weet het niet zeker. Ze hebben zoveel kleuren. En ik heb al een aantal keren mijn swatchkaart aangevuld. En het zal nog wel even duren voordat ik ze allemaal heb. Maar ik heb er echt al heel veel. Ik denk dat ik sowieso wel 70% van alle kleuren wel heb. Misschien 75. Maar ja, misschien 174. Oh, die heb ik wel al, zie ik. Oké. Okay. 176 heb ik ook al. We gaan het zien. We gaan het gewoon zien. En dan heb ik hier nog één verpakking. Deze. Een beetje de vintage kleuren. Ik kan van eerder herinneren dat ze de verpakkingen nog namen gaven. Maar dat doen ze denk ik niet meer. Nee, volgens mij niet. Maar in ieder geval een beetje de vintage kleuren. Ik weet dat deze twee wel nieuw zijn. 257 en 259. Volgens mij heb ik die nog niet. De rest heb ik denk ik wel. Even kijken, nummer 90. Oh, nummer 90 heb ik ook nog niet als ik zo kijk voor mijn neus. Toch nog wat nieuwe kleurtjes. Maar goed, ik ga even mijn swatchkaart erbij pakken. Mijn swatchkaart heeft ergens tussen gezeten. Hij is een beetje gecurled. Oh, zo sad. Ik zal er straks wel even een zwaar boek opleggen. In de hoop dat hij dan weer een beetje recht krult of recht trekt. Ik heb heel even een swatchplaatje nodig voor het doorbloeden. Ga ik heel even pakken. Even kijken. Die leg ik hier even erbij voor het swatchen zometeen. Het zijn natuurlijk alcoholmarkers. Dus als je er niks onder legt, dan zal het doorbloeden op de volgende bladzijde. Zoals je kunt zien, het drukt allemaal door. Het is altijd aan te raden om met alcoholmarkers even een blaadje eronder te leggen.
Wat ik ga doen, ik ga denk gewoon alle nummers af die ik nog niet heb ingevuld. Om te kijken of ik ze nu dus wel kan invullen. Ik denk als ik ze allemaal ga openmaken dat het een beetje onoverzichtelijk wordt. Dus ik ga ze gewoon allemaal af. En ik ga gewoon in mijn verpakkingen kijken of ik ze toevallig erbij heb zitten. Misschien hoef ik sommige helemaal niet open te maken. En kan ik ze ook weer wat netter opbergen. Maar we beginnen gewoon even bij nummer 5. Cherry Pink. En die zag ik toevallig net staan bij een van mijn verpakkingen. Ja, deze. Deze is nummer 5. Cherry Pink. Dus die kan ik gelijk invullen. En ik heb ze van tevoren al open geknipt. Aangezien ik altijd aan het struggelen ben met verpakkingen openmaken. Even kijken. Hier nummer 5. Cherry Pink. Even kijken. Voor degenen die nieuw zijn met twin markers. Zo ziet een marker eruit. En je hebt een brushkant en een fine tip. Dit is de brush. Die vind ik persoonlijk het fijnst om mee te kleuren. Zeker voor grotere oppervlakten. En de fine. Dat is voor iets meer gedetailleerdere stukjes. Maar goed, nummertje 5. Een mooie rood tint. Dus die is nieuw. Dus die hou ik heel even uit de verpakking. Die ga ik ook straks weer op mijn bureau. Hoe noem je dat? Mijn trays. Ik heb heel veel trays op mijn bureau staan. Met alle kleurtjes die ik tot nu toe heb. Zo ongeveer dan. Ik ga nog wel een keer denk ik een room tour doen. Ik heb al een keer mijn bureau gefilmd. Dat was wel alweer een jaar geleden al denk ik. Begin dit jaar, misschien eind vorig jaar denk ik. Zou ik niet meer precies weten. Maar intussen zijn er veel meer kleurtjes bijgekomen. Dus het lijkt me heel erg leuk om een keer opnieuw een roomtour met jullie te filmen. Van mijn bureau en van mijn, mijn kast waar allemaal boeken in liggen. Ik weet niet precies wanneer ik dat ga doen. Maar dat lijkt me nog wel leuk om een keer te doen. Dus die houden we even apart. Gaan we door naar nummer 21. 21 is terracotta. En die zie ik in mijn nieuwe set. Kijk eens hier. Nummertje 21, terracotta. Ik dacht dat ik die al had, maar ik heb 20. En dat is Terra. Goed, we gaan dit grote bakbeest even openmaken. Ook die heb ik al opengeknipt. Ik hoop dat ik hem soort van netjes open krijg. Oef. Oh, jongens. Kijk even hoe satisfying dit is. Al die mooie kleurtjes. En we zochten naar 21. Even uithalen, even buiten beeld. Want dan stoot ik tegen jullie aan. 21 terracotta. Oh, wat fijn. Allemaal mooie nieuwe kleurtjes. Zo zonde deze curl. Goed, nummer 23. Ik denk dat ik die niet heb gezien. Even kijken. Je hebt wel 22. Misschien in deze set. 22. Nee, volgens mij heb ik nog niet eerder nummer 23 gezien bij de Deco Times. Misschien dat hij in de recentere sets wel zal zitten. Je hebt ook nieuwe sets met 4 stuks per verpakking. Maar die kon ik helaas de laatste paar keren niet vinden in mijn action. Dus helaas, die moeten we overslaan. Dan gaan we door naar nummertje 25. En dat is Salmon Pink. Kunnen wij die vandaag wel invullen? Even kijken. Nee, ik denk het niet. Deze misschien hier. Nee. Nee, ik denk het niet. De volgende is 26 Pastel Peach. En volgens mij hetzelfde verhaal. Die heb ik helaas ook niet vandaag. Nee. Oké. Okay. Nummertje 29, Beverly Beige. Die heb ik gezien in mijn grote set, dacht ik. Ja. Die kunnen we eindelijk invullen. Even kijken. Nummertje 29. Ik zal die heel even klein beetje. Oep. Nummertje 29, Beverly Beige. Top. Oké, okay, de volgende is 36, Cream. En ik denk dat ik die ook niet heb. Nee.
Een 38 pil yellow. Dat had ik ook wel even voor gespiekt. Maar volgens mij heb ik die ook nog steeds niet. Wel. Oh, jawel jongens. Oh, hij zit erin. Oh mijn god. Oh mijn god. Kijk. Wauw. Ik heb best wel lang gewacht op deze kleur. 38 pil yellow. Nice. Wauw. Ik heb best wel veel kunnen invullen vandaag op deze pagina. Dus voor nu mis ik er 1, 2, 3, 4, 5. Je hebt natuurlijk de Colorless Blender, maar dat is natuurlijk een kleurloze marker. Dus die kan je natuurlijk niet echt invullen. Dus 5 jongens, nog 5 kleurtjes en deze pagina is gewoon helemaal klaar. Laten we naar de volgende gaan. En die is al bijna helemaal vol. Oké, nou. De eerstvolgende die we hier kunnen invullen is 67. Niet in mijn grote set zie ik. Ik heb wel 76, maar niet 67. Nee, helaas. Die hebben we dus nog niet. Dan de eerstvolgende is 74. En die hebben we volgens mij ook niet, hè? Nee, 64. 76. Die heb ik allemaal al ingevuld, zie ik. Helaas. Dan 90, die ik net toevallig benoemde. Die zit in de set die ik hier net liet zien, volgens mij. Oh, in die vintage set zat die. In deze. Toch? Ja, 90. Pink Mauve. Laten we die eens eruit gaan halen. Even kijken, ik had hem al voorgeknipt. Dus hij moet makkelijk open gaan, zou je denken. Oh, ik maak de onderkant open. Dat is een beetje jammer. Ik schuif hem even eruit. Wat zei ik? Nummer 90. Pink Mauve. Mooie kleur. Dus die is nieuw. Ik ga hem even weer terug in het doosje zetten. Oké. Oh, op deze pagina hoef ik er dus nog maar 2. 67 en 74. Dat is haalbaar. Dus ik moet gewoon goed op zoek gaan naar blauwe sets. Die ze ja, hopelijk in de toekomst gaan uitbrengen. En dan heb ik alleen nog maar 74 en 67. Oh, spannend. Oké, next. We hebben hier wat bruin tinten en wat, ja, een beetje pastel tinten. De eerstvolgende die ik nodig heb is 96. Heb ik die in mijn grote set? Even kijken. Nee. Ook niet in deze. Ik heb al 97, 118, 116. Maar die had ik allemaal al. Volgens mij. En dan even hier nog even spieken. Nee, 96 heb ik niet. Dan gaan we door naar 102. De Raw Amber. En ik dacht dat ik deze ooit al een keer had ingevuld. Of in ieder geval dat ik deze kleur wel al een keer heb gezien. In mijn DecoTime set. En dan waarschijnlijk uit die doos. Of dozen die ik heb gekregen van Jacqueline. Maar die heb ik natuurlijk nooit ingevuld in een video. Ik hoop die grote doos even verplaatsen. Ik spreek heel even op mijn bureau of ik hem zie staan. Raw Amber. Nee, misschien vergis ik me dan toch. Want ik zie hem ook niet staan zo snel. Nee, 101, 103 heb ik ook. Maar 104, nee. Oké, helaas. Heb ik hier 105. En 105 is Stone Grey. Nee, niet in die grote set. Of niet in deze set. Misschien in deze. Nee, ook niet. Oké, 109 is Pearl White. Ik heb al 108 zie ik, maar geen 109. Nee. Nop. Helaas. Deze lijkt ongekleurd, maar hij is gekleurd. 115 heb ik ook al ingekleurd. Het is zo licht van kleur dat je bijna de kleur niet
kan zien. Het gekke is, oh, ik kan me nog herinneren, toen ik deze inkleurde, 113, die had letter bij. Met een sterretje met, ja, wat de nieuwe kleur is. Maar 113 is mijn peanut in plaats van letter. En zoals je kan zien, het is een hele lichte kleur in verhouding met wat hier staat. Dus ik denk dat het een foutje is ja, in dit palet. Ik heb ze een keer een bericht gestuurd, maar ze hebben nooit op mij gereageerd. Dus ja, ik zou het oprecht niet weten wat precies hier misgaat. De volgende is 119. Dark Wood. En even kijken. Die heb ik volgens mij niet nieuw. Nee, 119. Ik heb twee keer 118 erbij gekregen, zie ik. Chocolate en chocolate. Wel 219, 116. Maar nee, ik heb hem dus niet nieuw. Oké. Okay. 124. Fluor Green. Heb ik denk ook niet, hè? Nee. Sorry hoor, dus ik moet even goed kijken of ik hem echt niet oversla per ongeluk. Nee, die hebben we niet. Dan gaan we even verder met de pastelkleurtjes. En ik heb hier eerst 131. Skin White. Ik wil even goed de vintage kleuren in de gaten, want daar kan hij natuurlijk heel goed tussen zitten. Ik heb hier wel een 138, maar die heb ik al, zie ik. Nee. Nee. 132. Nee, ook niet. Helaas. 135 Pale Cherry Pink. Dus even spieken ook voor mijn neus. Of niet per ongeluk op mijn bureau op staan zonder dat ik me heb geswatcht. Maar dat is ook niet het geval. Ik zie trouwens wel dat ik hier 137 voor mijn neus heb staan. Terwijl ik hem niet heb geswatcht. Ik denk dat deze uit de doos komt van Jacqueline. Dus die kan ik gauw even kleuren. Die had ik dus al in huis. Zonder dat ik het door had. En 135, 133. Ik ben heel even voor me aan het kijken of ik hem misschien heb overgeslagen, maar dat is niet het geval. Goed, op deze plaat mis ik momenteel nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kleurtjes. Het zijn met name de bruin tinten en de pastel. Maar dat komt wel goed. Dat komt helemaal goed. We gaan door naar de volgende plaat. Is ook bijna helemaal compleet. Een aantal na. We beginnen bij 141. Buttercup Yellow. En volgens mij heb ik die gezien. In mijn grote set. Right? Ik weet bijna zeker waar ik hem gezien heb. Oh, hier in deze. In mijn vintage set zit hij. Hier in het hoekje. 141. Buttercup Yellow. De volgende is 142 Pale Cream. Zit die toevallig ook hier in? Dat zou heel leuk zijn. Nee, helaas niet. Ook niet in deze set. In mijn nieuwe set misschien? Dat zijn allemaal nieuw natuurlijk. Maar in mijn grote set bedoel ik. Nee. Nee, nee, helaas. De volgende is 145. En dat is Pale Lavender. En ik denk dat ik die niet heb. Nee, dat dacht ik al. Even goed checken. Nee, 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 nee. Oké, okay. Die zijn allemaal gedaan. We gaan door naar 166 Mignonette. Geen idee, Mignonette denk ik, dat je het zo uitspreekt. Nee, die heb ik ook niet. Daar ben ik vrij zeker van dat ik die niet heb. Ook niet in mijn... Nee, nee, nee. 167 is Pale Light Green. En die heb ik ook niet. Zie ik al gelijk. 162. Maar die heb ik al. Nee. 169 is Putty. Putty, Putty. En Putty heb ik ook niet. Nee. Dan. 181 Cool Mint. En die heb ik dus in mijn grote doos zitten. Maar ook in deze.
Dus ik heb hem toevallig dubbel nieuw. Dus ik heb hem in mijn grote 60 set heb ik hem hier zitten. Even shit ook laten zien. Hier zo. Maar ik doe even die kleine doos open. Ik heb hem hier ook in zitten, namelijk zie ik. Dus die gaan we even openmaken. Kijk waar ik hem opengemaakt al. Ik denk aan deze kant. 181. Cool Mint. Kijk even al die mooie mintkleuren. Ik word er zo blij van. En 182. Die mis ik ook nog. En nee, die heb ik niet in mijn, in deze set zitten. Ook niet in die grote set. Nee. En de laatste is 187. En die ook niet hier tegenover mij. Nee. 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 Oké. Okay. Goed. Op deze pagina missen we dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Het valt echt mee. Ik heb heel veel al kunnen invullen op deze pagina. En de next one. Oeh, die is bijna helemaal compleet. Mijn hemel. Ik hoef er nog maar 1. 233. Heb ik die vandaag erbij zitten? Dat zou echt heel vet zijn. Nee, hier niet. Oeh, nee, twee... Oh, wat spannend. Ik ben helemaal excited. Nee, ik heb hem dus niet. 2,35, 2,32, 2,34. Die heb ik allemaal al ingevuld. En ook in mijn nieuwe set zit hij er niet bij. Oh, nee. Ik hoef er dus echt nog maar één. 2,33 Grey Olive Green. Nou, we moeten dus nog heel even afwachten tot ik hem hopelijk een keer vind. En dan ga ik eindelijk mijn eerste pagina... Of een eerste pagina helemaal vol krijgen. Dus dat zou echt super, super vet zijn. Maar goed, we gaan door naar de volgende. En dat is deze. En hier moet nog wel veel gebeuren. Dit is met name heel veel nieuwe kleuren. Overal waar je de sterretjes ziet, zijn alle nieuwere kleurtjes. En ik hoop dat ik er vandaag wat meer bij kan kleuren. Dat zou wel heel fijn zijn. Even kijken. We gaan beginnen met 245. Die ik hier niet zie staan. Even kijken hoor. Ik heb wel twee andere in deze set. In deze set, zeg maar. Ik zie hier namelijk 249. English Red. En ik zag ik zag nou nog meer. Ik dacht ik er nog eentje zag. 247, maar die heb ik al ingevuld. 266 heb ik al ingevuld. 216. Nee, dit was het voor deze set. Dan heb ik... Nee, ik kan even kijken in die grote set. 245 heb ik dus niet. 246 heb ik ook niet. 248. Nee. 2. Oh, sorry. 245 heb ik wel. Het ziet er gewoon heel donker uit. Het lijkt bijna een beetje lichtbruin. Hier. 245 heb ik dus wel. Barn Red. Het ziet er hier wat rooier uit dan de stift is. Dit lijkt meer gewoon brown. Goed. 246, 248, 253. Even goed kijken hoor. Want ik heb hier wel 257. Oh, die had ik al. 259 is nieuw. Dat is in deze set. Het is jammer dat ze geen benamingen meer hebben voor deze doosjes. Toch wel iets makkelijker. Maar goed, ik heb hier dus 259 Peachy Blush. Mooie skin tone. En heel even kijken of ik meer kan invullen. 257, 259. Nee, deze set in ieder geval niet meer.
uit die grote doos heb ik ook nog 2,76. Ik ga een beetje alle kanten op hoor, in deze plaat. Er is gewoon nog zoveel wat hier ingevuld kan worden, wat super leuk is. Even kijken, wat heb ik hier? 2,56. Oh, hier. Warm caramel. En volgens mij zag ik er nog één. 2,76. Moet hier ook in zitten. Hier zo. Cantaloupe. Geen idee wat dat betekent, maar dat is de naam. Cantaloupe. 2. Jeetje, zoveel. Wat er nog ingevuld moet worden. Alle blauwtinten heb ik hier al. 2,62. Oh, yes, 2,62 is ook nieuw. Kijk, nice. Cerulean Blue Light. Weer een mooie blauwtint erbij. Wauw, ik heb echt wel veel nieuwe vandaag. Wat echt super nice is. Ik ga een beetje all over the place. 2,58 heb ik niet. Nee, 2,60. Ik even mijn vintage kijken. Nee. 2,76. Nee, 2,68 ook niet. Nee, 2,75. Nee, 2,76 hebben we net gedaan. 2,77. Het is onhandig dat de nummertjes op de doos ook helemaal door elkaar staan. Ze staan niet in logische volgorde of iets. Dat maakt het ook niet heel makkelijk. Maar het is wat het is. 2,78. Nee. 2,80. Cerise. Nee. Oké. Nou, toch wel flink wat kunnen invullen. En op deze pagina mis ik er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ik denk dat ik op deze pagina nog de meeste kleurtjes mis. Wat ook niet gek is, hè, met alle nieuwe kleurtjes. Dus dat komt vanzelf wel. De next one. Oh, de laatste. Zijn de grijstinten. Ja, ik mis dus WG8. En het is geen nieuwe kleur of zo. Maar die kleuren, op de een of andere manier vind ik hem ook nergens. Ook in deze set zit hij niet. In die vorige 60 set zat hij niet. Elke keer krijg ik wel WG9. Warm Grey 9. In die grote set zie ik ook WG9. En in deze zit hij wat grijs tinten in. Nee. Nee, WG8 is de enige die ik nog mis van de Warm Grays. Maar goed, we gaan verder met de Cool Grays. Ik mis Cool Grey 4. Oh ja, die zit maar in deze. Was het Green Grey? Nee, het is Cool Grey. Oké, nou, Cool Grey 4. Dat is deze. Dus die kunnen we invullen. En dan hebben we Cool Grey 5. Oh, die heb ik hier ook in zitten. Nice. Cool Grey 5. Cool Grey 6. Nop. Die hierbij. Nee. Hierbij. Nee, nee. Misschien in de andere set. Cool Grey 6. Nee. En Cool Grey 7. Heb ik die niet toevallig daarbij? Nee, Cool Grey 8 heb ik al. Nee. Green Grey 7 heb ik, maar die heb ik toevallig al. Nee, dit is het gewoon. Want deze twee heb ik al helemaal compleet. Dus dat houdt in dat we eigenlijk alles nu wel gehad hebben. Dus ik mis bij de grijs tinten 1, 2, ja, 3. 3 kleurtjes. Dus die heb ik ook bijna compleet. Dus jongens, dit was eigenlijk mijn aanvulling. En wat voor een aanvulling. Echt super veel nieuwe tinten. Ik ga deze heel even aan de kant leggen. Maar alle nieuwe tinten. Kijk even hoeveel er zijn. Super veel. Kijk, 3, 5, 6,
7, 9, 11, 13, 15. 15 nieuwe kleurtjes vandaag kunnen toevoegen aan mijn lijst. En ik ben hier zo blij mee. Ik ga ze gelijk een beetje organiseren op mijn bureau. Dat ik weer nieuwe kleurs kan gebruiken in mijn plaat. Ik bedoel, hoe nice is dat? En ik ga gewoon net zo lang door tot ik alle kleuren compleet heb. Dat is gewoon echt mijn doel. En dat kan misschien nog heel lang duren. Maar ja, ik vind het leuk om een doel te hebben. En om die te behalen. En ik waardeer het ook heel erg dat jullie mij berichtjes sturen. Als er weer nieuwe kleuren beschikbaar zijn. Sowieso vind ik het heel erg fijn dat jullie mij berichtjes sturen. Ik vind het ook altijd gezellig. Jullie geven me zo vaak tips. Waar ik bijvoorbeeld nieuwe kleurtjes kan vinden. Of een heads up van hey, er is weer wat nieuws in de week aanbieding bij de Action. Super lief. Waardeer ik echt super erg. Dus dankjewel daarvoor. Ik ga... het is een beetje moeilijk om alles te linken. Maar ik zal sowieso kijken of ik de 60 set en de 12 set kan linken onder in de beschrijving. En ik zal ook sowieso even de Action website, de algemene website even linken onderaan de beschrijving. Ik ga hierbij de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zo ja, doe dan zeker even een duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal? Vergeet je zeker niet om je te abonneren. Zet daarbij gelijk een belletje aan. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte als ik een nieuwe video online zet. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!